Henk Vreese, wat een afgang. Ja, absoluut. Of heb jij er andere woorden voor? Nou, wat kan je nog meer zeggen? Het is een blamage. Ik denk dat we ons kapot moeten schamen. Dat doen jullie toch ook wel, neem ik aan? Dat zeg ik toch. Ik denk dat we ons kapot moeten schamen. Absoluut. Doen je spelers dat ook? Die vraag zou je hun moeten stellen. Ik denk, als ik voor ze mag praten, ik denk dat we ons kapot moeten schamen. Ja, wij met z'n allen hoor, trouwens. Maar schat het eens in, want ik heb het idee dat sommige spelers, ja, die liepen het veld af en niet zonder nog handtekening uit te delen. Ja, maar dat soort dingen moeten wel scheiden. Ik vind, als zij nog handtekeningen willen, dan vind ik wel dat we dat moeten doen. Hoe komt dit? Ja, kijk, ik denk dat de bekerwedstrijd, elke bekerwedstrijd, tegen wie je ook speelt, is vooral een mentaal iets. Een bekerwedstrijd is een wedstrijd waarin het beslist wordt op deze dag. Nou, daar moet je een bepaalde wedstrijdmentaliteit voor hebben. Strafschoppen, dat is een mentaal iets. Weet je? Het helpt wel als je goede techniek hebt, maar het is vooral hoe sterk je bent in je hoofd. En dat geldt voor een bekerwedstrijd, dat geldt voor penalties. Ze kunnen het gewoon niet opbrengen, hè? Ja. Luister, echt erop ingaan dat ga ik niet doen. Ik denk, ik denk dat wij met z'n allen, en dat bedoel ik niet alleen de spelers, maar wij met z'n allen, als team, als staf, wij moeten ons kapot schamen wat we nu hebben laten zien. Waarom ga je er niet op in? Als ik aangeef wat niet goed is, dan val ik spelers af. Dat wil ik niet doen. Dus ik, waarom zou je dat niet doen? Nee, het is een gezamenlijk falen. Dus wat voor hun geldt, geldt voor mij ook. Simpel. Maar je kan toch gewoon degene noemen om wie het gaat? Nee. Het is een collectief falen. Dat is wel een pijnlijke constatering tegen een hoofdklasse C-club. Ja, maar ik zeg al, wat ik net probeer uit te leggen is dat een bekerwedstrijd is niet relevant tegen wie je speelt. Het is relevant hoe je zelf de wedstrijd ingaat. En nu? Ja. Het is duidelijk dat we deze wedstrijd misschien wel met z'n allen helemaal na moeten kijken. Misschien is dat wel een leuke optie. Oké, maar goed, ga je niks doen? Moet ik nu meteen zeggen tegen jou wat ik ga doen? Moet niks. Nee, ik heb al net al tegen je gezegd, het is een collectief falen. Spelers, staf, groep, dat is het. En dat ga je morgen vertellen of doe je dat zo in de bus al? Nou, lijkt me niet zo verstandig als ik dat zo meteen al ga doen. Dus morgen gaan we met elkaar zitten. En dan gewoon zeggen wat je vindt? Morgen ga ik zeggen wat ik vind. En mogen zij ook zeggen wat zij vinden, hoor. Succes daarmee. Ja, dankjewel.